Welcome to my YouTube channel. My name is Marije and I'm from Junk Journal Addicts. We are going to work further with my travel journal. I hope that you are enjoying this series. It's in Dutch, so I'm going to speak Dutch now. Hoi, we gaan verder met het volgende deel van de travel journal. We hebben de vorige keer hebben wij deze gemaakt. En we gaan nu het allemaal bevestigen in je journal. Dit gaan we vastmaken. En dan gaan we vanuit daar even verder werken van hoe we het allemaal gaan opbouwen. Ik denk dat ik hier een stukje er vanaf moet halen. Dat hij net iets te breed is. Dus ik pak even mijn schaar. Zorg er in ieder geval voor dat je voldoende body nog hebt. Dat je hem gewoon goed eronder kan schuiven. Ik moet nodig mijn schaar eens even lijmvrij maken. Want hij plakt aan alle kanten. Dan krijg je ervan als je allemaal tape knipt ermee. Zo. Even kijken. Eens kijken of die nu past. Kijken, nu zit hij gewoon goed eronder en daar ook. Nou, wij gaan hem helemaal vastmaken. Maar voordat ik dat doe, want ik was hier niet zo blij mee. Want deze, oh, die zit vast met een draadje. Die komt zo. Kijk, dit heb ik dus iets te strak gemaakt, waardoor die een beetje openklapt. Nou ja, het zij zo. En die komt dan zo. En deze die komt dan hieronder als sluiting. En ik wilde dit nog aanpakken. En ik was hier niet helemaal happy mee, maar aan de andere kant deze komt er overheen. En ik ben hier wel heel blij mee, dus misschien dan zie je eigenlijk alleen als ik hem openklap een klein gedeelte. Dus misschien valt het mee en anders kan ik dat later altijd nog wel wat aanpassen. Voordat ik hem plak, denk ik dat ik even spieken, want hoe zit hij? En ik ga hem hier, dit is natuurlijk te dik om door te stikken, dus ik ga hem dat met dubbelzijdig tape doen. En in principe moet score tape dat kunnen handelen. Normaal gesproken zou ik het ook altijd even doorstikken, maar dat is... Karton wordt gewoon te dik voor onder mijn naaimachine. Dus of zou ik. Want dit heb ik natuurlijk los. Dus ik kan hem eventueel misschien nog. Als ik dit toch ga veranderen. Hier doorstikken. Dus doe het of met dubbelzijdig tape. Zal ik hem alvast vastmaken? Wacht even. Dat is voordeel. Want dit had ik nog helemaal los. Zo. Laat dat even aan de kant. Maakt niet uit als ik dan hier doorstik, want dan zie je niks van. Nou, ik leg hem goed voor je beeldvorming goed hier zo tegenaan. En ik niet helemaal tegen de rug gaan, maar gelijk met de verdikking, zeg maar. Waar je die kartonnetjes geplakt hebt. Laat ik hier eens even tape aanbrengen. Dan doe ik, wat de size zijn. Deze is wat breder. Dan breng ik hier de tape aan. En dan ga ik hem hier midden gewoon... Nee, dan kan ik hem niet doorstikken, want dan zit hij natuurlijk vast. Dus wat ik wil gaat helemaal niet. En dan kan ik dat ding niet meer erin schuiven, dus dat werkt helemaal niet. Verkeerd gedacht. En... Ja. Mocht dit nou loslaten op de deur, dan ga ik nog wat 1 seconde lijm erop doen. En dan weet ik tenminste zeker dat hij vast blijft zitten. Maar ik probeer het eerst even zo. Of zou ik meteen 1 seconde lijm erop doen? Er komt best wel wat druk op te zitten, hè? Dus misschien kan ik beter... Ja, ik doe toch nog een klein drupje in schoenlijm, een dropje voor de zekerheid. En dan vind ik altijd nadeel met 1 seconde lijm, dan heb je hem 1 keer gebruikt en dan zit meteen alles helemaal vast. Dus eigenlijk heb je daar helemaal niks aan. Dus kun je bijna iedere keer een nieuwe tube pakken. Is deze nog al vast? Nee toch? Oh, jongens. Nou. Nummer 3. Wat is dit nou weer? Wacht even. Heb ik een tangetje? Nu ga ik het even met grof geweld proberen.
waardeloos. Ah, jongens. Dit werkt voor geen meter. Daar heb ik echt helemaal niks aan. Nou. Ja, deze gaat nog wel open. Wat fijn. Dan doe ik meteen. Dat is iets te veel. Wat een troep eigenlijk. Ik haal het hier even van mijn mat alles af. En kijk dat het niet op je vingers komt, want dan zit je zelf vast. En deze leg ik even wijdig met. Ja. Het is natuurlijk wel noodzakelijk dat je in één keer goed pakt. Dus hier een beetje 1 seconde lijm aan de buitenkant terechtkomen. Dus daar moet ik natuurlijk dus niet met mijn vinger aan zitten. Nou, dit moet heel even drogen. Even kijken. Zou ik dat hier een beetje mee af kunnen vegen? Of is het meteen drama? Oh nee, dat gaat wel goed. Ja. Nou. Laat ik hier even 2 klemmetjes vastzetten. Ik doe ze zeker dat die goed op elkaar zit. En dan moet dit gewoon even drogen. Dit kan ik gewoon openvouwen. En dan komt deze, die komt hieronder. En dan moeten we even kijken. En dit wordt een hoekvorm. Dus hij komt ook. Moet ik even spieken hoe we dat gaan doen. Want hij moet wel redelijk. Even kijken hoor, want als ik hem hier vastzet, hoe die eigenlijk moet. En dit was echt het boekidee. Dan zou die zo vast komen te zitten. Dus nu ga ik even checken hoe hij dan functioneert, zo gezegd. Ja. En de andere kant. Want hij beweegt nu. Dit is wel even irritant, want ik wil hem eventjes vastzetten hoe die eigenlijk behoort te komen. Want hij hoort zo te komen, maar moet deze natuurlijk wel kunnen bewegen. Want anders krijg je hem zo. Kijk, want zo kan hij plat. Dus hebben wij nou een probleem? Of had ik deze iets verder moeten opschuiven? Heb ik hem verkeerd geplakt? Of had ik hem juist meer naar die kant? Ja, dan krijg ik nou niet meer los. Kijk, want als ik hem hier zo vastplak, dan blijft deze zo. En eigenlijk moet hij zo gaan. Maar kunnen wij dat oplossen? Of wordt dat lastig? Want ik denk dat ik deze voorzijde meer naar achter had moeten schuiven. Ik denk dat daaraan ligt. Want dan heb je dat probleem namelijk niet. Dus ik heb hem zelf verkeerd geplakt. En ik heb hem in 1 seconde lijm gedaan, dus ja, dan krijg je hem los. Dat snap je wel. Dus wat ik had moeten doen, volgens mij, zit hij hier nog vast? Wacht even. Oh, misschien is dat het wel. Daar is natuurlijk een beetje 1 seconde lijm opgekomen. Aha. Dan gaan we het nog een keer proberen.
En dit moet eigenlijk precies dekkend zijn. Ik vind het niet erg als hij niet helemaal plat valt. Daar heb ik geen probleem mee. Hij hoeft niet helemaal plat te vallen. Maar hij moet wel kunnen bewegen. En ik denk dat hij achter 1 seconde lijn is gekomen. Even kijken naar die zijde. Want als ik hem zo had. Wiegelieren. Dus mocht dit bij jou zo zijn, alles kun je oplossen. Dan ga ik even iets uitproberen. Ik denk dat ik het voorste deel. Nee, want dit werkt niet. Want als ik dit niet doe, dan gaat deze niet meer dicht. Want hij moet natuurlijk wel dicht kunnen. Dus. Probleem. Ja, dus het is of hij gaat niet helemaal plat. Is dat een probleem? Of ik ga hem verlengen. Maar als ik hem zo plak, dan heb ik hier een probleem. Dus dat gaan we niet doen. Dan heb ik liever dat hij hier niet helemaal plat gaat. En dat vind ik zelf ook niet erg. Want dit was sowieso al idee dat het een boek zou zijn. Dus als ik hem dan zo vastplak, dan ligt hij gewoon zo, als een echt boek. Dus dat vind ik allemaal niet zo spannend. Alleen even kijken waar ik hem nou precies moet plakken, dat allebei de kanten normaal functioneert. Daar gaat het om. Dus ik heb die, dat gaat gewoon normaal dicht. En dan open. Oh. Hij beweegt iedere keer mee. Dat is irritant. Even kijken. Nu zit hij eigenlijk op de plek waar hij moet zijn. En als ik hem dan open doe. Niet verschuiven. Irritant. Dan blijft hij zo. Maar kan ik daarmee leven? Want dan zou ik hem. Of moet ik hem iets verleggen? Want als ik hem zo doe. Ik ga hier een halve centimeter, eens even kijken. Ik ga hem gewoon plakken. Dan kan ik hem eigenlijk pas echt zien hoe die komt. Dus ik ga hem een halve centimeter ervoor plakken. Dat komt eigenlijk omdat ik dus mijn voorste deel niet helemaal correct geplakt heb. Dus voordat je iets vastplakt, check even hoe die bij jou uitvalt. Ik doe dit even een beetje lomp, maar als ik straks plak, dan zie je daar niks meer van. Dus hij zou normaal gesproken zo er tegenaan moeten. En ik ga hem een halve centimeter terugleggen. Zo. In het ergste geval moet ik hem weer even kapot scheuren. Kijk, hier zit hij nou gewoon goed. Ja, en als ik hem open, dan is hij zo. Heb ik daar een probleem mee? Nee, ik persoonlijk niet. En ik kan ook nog, zo is hij gewoon plat. Voor mij plat genoeg. Mocht je daaraan irriteren, dan kun je beter hier meer ruimte hanteren. Dan zou dat ook nog een optie kunnen zijn, maar ik vind dit prima. En dat komt dus eigenlijk omdat ik hem de voorste deel niet helemaal correct geplakt heb. Auw, niet onder mijn nagel prikken. Dus het is eigenlijk verstandiger om gewoon even met twee klemmen. Kijk, dit los ik gewoon later weer op. Daar zie je straks niks meer van. Twee klemmen vast te zetten en dan kun je even kijken van hoe die uitpakt. Deze wordt zo. Ja, top! Als ik hem dan open. Deze hou ik wel even vast. Omdat misschien de lijm nog niet helemaal droog is. Dan gaat hij dus zo open. Nou heb ik hier dus wel. Moet ik hem even iets naar beneden duwen. En die gaat gewoon op de normale manier
Zo, en dan heb je het binnenste gedeelte. Dus dit is niet echt helemaal wat ik wil, maar ja. We doen het er maar mee. Goed zat. Dan even kijken. Die komt dus hier. Die plak ik nog niet vast, want ik wil hem nog onder de naaimachine kunnen leggen. Die komt dan zo. Dit maak ik ook nog niet vast, want daar komt dan later ook nog een dingen op. En hij wordt natuurlijk dikker zodra foto's. Hier kunnen we later nog allemaal dingen toevoegen. Nou, dan hebben we het boekje. Dan hebben we deze. Dit ga ik nog wel even afwerken. Ik denk dat ik daar... Dat is denk ik wel leuk. Zo. Zo, ik daar met washi tape. Even kijken, heb ik nog iets leuks? Pas deze precies, die is te smal. Nee, ik pak een randje van een airmail envelop. Ik denk dat ik dat leuk vind. Even kijken. Ik heb zo'n leuke envelopjes. Hier. Nou. Ja, zo is hij weer vast. Zo. En deze zijde. Zo. Die mag weg. Deze is trouwens binnenkant leuk, maar die is gewoon blauw, hè? Ja. En dan is dit ook meteen weer afgewerkt. En wat ik dan ga doen, dan ga ik een klein randje. Is dat wat? Dat hebben we allemaal. Zal ik deze gewoon doen? Want hij loopt een beetje schuin weg. Dus ik breng deze als verbindende wasje, plak ik deze. Zetten met inkt. Ja, als ik me zo doe, dan valt het minder op. Ik doe het tape. Kijken of ik nog wel steeds in beeld ben. Oh, perfect. Los goed. Zo. Ja. Allemaal lijn eronder. En die plakken we gewoon even dicht. Zo. En dit is prima zo.
Zie je dat? Dus als hij zo ligt, dan is hij gewoon plat. En waarschijnlijk als ik die meer deze kant op ga, die iets meer zo. Maar dat vind ik allemaal prima. Dit pak ik dus echt aan wanneer ik met foto's ga werken. Dan hier kunnen we dingen toevoegen, maar dan ga ik ook pas later. Dan laten we dan maar even de voorkant verder afmaken. En dan is het daarna alweer tijd voor foto's. Ja, oh wacht even. Zo, zo. Laten we blijven zitten. Misschien moet ik even een klemmetje. Denk ik. Of hoeft dat niet? Ja, zo. Dat is beter. En dan komt die dus hier. Nou, zoals ik al aangaf, ik was niet echt helemaal blij met die voorzijde. Dan wil ik eigenlijk nog wat gaan aanpassen. En ik denk... Deze vind ik altijd heel erg leuk. Die vind ik eigenlijk wel heel leuk om te gebruiken. En dan ga ik even wat lagen opbouwen. Want zo in geheel, dat vind ik sowieso nooit echt heel leuk. Dan snij ik even wat randen ervan af. Dan gaan we deze even een beetje wat meer bewerken. Laat ik allereerst eens even die randen aanzetten. Of althans aanzetten, ik bedoel beschadigen. Oh, dat was weer te lomp. Nou, dan met inkt. Oké, dan pak ik mijn distress crayons. Hier. Dan ga ik eigenlijk hetzelfde doen als wat ik binnenzijde ook gedaan heb. En dan ga ik eerst even dit een beetje ruwen. Waar heb ik die dingen? Hier, dat zijn van die schuurdingetjes van Tim, zeg maar, noem ik het maar. Ik heb zo helemaal de... Niet te veel. Oh, ik had er twee om elkaar. Dat kan natuurlijk ook. Terugleggen. Ja. Dan met de crayon eroverheen. En dan vrij ik gewoon erin. Zo, dus even een beetje nat maken. Ik ga het altijd mee weg. Ja. Ik wil het wel even sealen, dus ik ga de embossingpoeder eroverheen doen. En dan pak ik gewoon de clear versie van Ranger en mijn embossing dabber. Nou ga ik niet wrijven, maar deppen, want anders dan veeg ik natuurlijk er alles ervanaf. Deze gewoon eroverheen. Die ga ik even hier aan de zijkant verhitten. Hij is gewoon aan het smelten.
Bijna klaar. Zo. Kijk, en nu heb ik hem eigenlijk gesield. Wel een glanslaag krijg je dan, maar wat je hebt aangebracht met de crayon blijft nu wel zitten. En daar gaat het om. En dan wil ik deze in ieder geval hier. Zo, even kijken, waar waren we? Die wil ik dus dan hier op. En dan ga ik dit wel even natuurlijk rondom doorstikken. Nog minimaal 2 keer. Misschien zelfs wel 3 keer. En ik laat eigenlijk de losse dingen los. Kijk, ik ben nu even 2 keer rondom gegaan. Dus zo. En dan ga ik alleen even aan de bovenzijde. Even. Zo laten zien wat ik heb gedaan. Huppakee. Zo. Wat ik heb gedaan is eigenlijk iedere keer de draad weer teruggehaald. En dan weer genaaid. En dan weer een stuk draad getrokken. En dan weer genaaid. En dan krijg je dit effect. Dat vind ik wel leuk. Net wat rommeliger dan anders. Ja, die wil ik dan hier hebben. Maar dat gaan we nog wel even verder uitbouwen. Eens kijken wat ik daarvoor ga gebruiken. Is het leuk om misschien nog een extra cijfer erbij te doen? Laat ik eens even de 8. Dit is allemaal stof van Tim Holtz. En ik denk dat ik dit wel leuk vind. Ik maak er even een bende van. Zet ik dat even hier neer. Mijn snijapparaat. Oh, dat valt nu. Zo, dan pak ik deze. Ik kan een compositie proberen te maken wat naar mijn zin is. Nee, die moet denk ik daar. Die daar. Dan ga ik hem verlengen. Kan. En als ik dan met een stukje stof heb ik hier mijn stof. Of in die andere bak weer. Te veel zooi. Ja. Deze. Is het leuk om daar een klein stukje te verlengen. Laten we eens kijken of dat. Mooi uitpakt. Best lang. Die daar doe. Kijk, dan lijkt het net alsof ik het verleng, maar dan precies andersom. Die zo. Deze zo. En die daar. Kom.
Dit zou kunnen, alleen hier mis ik dan nog wat, wat dit dan weer even doorbreekt. Dus we hebben nog iets nodig wat we kunnen gebruiken als tekst of als iets. Daar kunnen we natuurlijk ook een stempel voor gebruiken. Of zou ik een flashcard, had ik nog iets wat gebruikt zou kunnen worden. Of misschien zit hier wel iets bij, kan natuurlijk ook nog, collection. Dit is ook allemaal van Tim Holtz. Wonder. 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 Ja, kan. Ja. Of misschien een wonder. Tippets. Nature. Nee. Ik weet niet of ik nog iets heb hoor wat erbij zou kunnen passen. Het is eigenlijk wel heel groot. Create. Het is eigenlijk te groot. Misschien dat hier nog wat tussen zit. Door foto. Foto. Nee. Artist. Dit is. Nee. Er zit eigenlijk niks meer tussen. Dan gaan wij op zoek naar. Oh, nog iets anders heb. Wat is leuk? We kunnen dat natuurlijk stempelen, maar ik ken mijzelf met stempelen. Daar ben ik niet zo'n held in. Is het leuk om dat Fontes Emailles, of hoe dat ook heet, dat is uitknippen. Volgens mij ben ik weer geprikt door een of andere mug of zo. Jeuk. Dan kan ik het ook zo doen. Hier kan ik ook nog wat aanbrengen. Is dit leuk of is het stom? Ik vind het eigenlijk wel leuk. Ik ga het gewoon opplakken. Ik kijk wel even hoe het eruit komt te zien. Is dat niks? Dan plakken we er gewoon weer wat overheen. Soms moet je niet te moeilijk doen. Zo. Het is toch altijd het opbouwen van, zeg maar. Daar. Deze pakken we hier. En deze. Zo. En die eroverheen. Dan is het denk ik leuk om hier met een nietje doorheen te gaan. Zo, dit even allemaal vastplakken.
Ja. Even deze opruimen. Voor de verandering. Oké. Blijf zitten. Misschien ook beter met tape kunnen doen, maar moet denk ik ook nog wel even drogen. Oké, nou hier zie ik dat het vrij saai is. Dus ik ga eerst eens eventjes even een beetje aanzetten met inkt en mijn stencil. Waar is die? Zo. Dan ga ik hier nog iets aanbrengen. Eens even kijken of ik daar iets kan gebruiken met stencil. Of stempel bedoel ik. Stencil. Ik bedoel stempel. Dik gedrukt, dus ik kan beter rubbel gebruiken. Ja, laten we op dit moment even rubbel. En dan denk ik Destination wel heel leuk is. Daar is mijn. Daar. Zal ik hem juist iets. Ja. Laat hem juist iets overlappen met deze kant. Dus niet strak hier. Want dan maak je weer verbintenis tussen dit gedeelte en dat gedeelte. En hebben wij nog een sterretje of iets? Oh. Eens kijken wat we allemaal hebben. Ja, daar zit een sterretje. Ik wil een sterretje. Ja, waar is nou mijn sterretje? Waar is dat ding nou? Zit hij aan mijn schaar? Ja, daar is die. Zo, een sterretje. Dan wil ik hier ook nog iets wat de boel met elkaar verbindt. En ik denk dat ik daar een nummer voor ga doen. Zou ik 0910 of is die te donker? Zou ik nu deze? Nee, ik doe deze. Dan hoor ik op de achtergrond, horen jullie waarschijnlijk niet op de video. Maar ik hoor in de verte muziek. Hij komt helemaal vanuit Nijmegen. Er is nou de Vierdaagse of de zomerfeesten. Vierdaagse zijn nou bezig. En ik hoor gewoon hier de muziek. Ongeveer 12 kilometer verderop. Waarschijnlijk staat de wind precies onze kant op. En ik heb dit schiet lekker op. Raam ook open, want het is best warm. Dit is wel wat lastiger. Ik heb pak de goed. Nou, kom maar op. Ja.
Operatie Rubbon. Hij pakt hem niet goed op mijn embossingpoeder. Nou, dan halen we die eraf. Kom, weg jij. Dan doen we het zo. Beetje jammer, maar hij pakt hem niet. Laten we deze erop zetten. Ja, kan wel. Oké, okay. Moeten we nog meer toevoegen? Eens kijken of laten we het heel even zoals het is. En dan kan ik later altijd nog dingen doen. En ik denk, oh nee, wacht even. Ik denk dat het nog wel leuk is als we met een stukje stof. Het moet alleen wat smaller. Dat we hier ook nog wat gaan stempelen. Lukt dit? Zo. Dit is gewoon ongebleekte katoen. Ik denk dat het leuk is om hier ook nog iets te doen. Zullen we dat confidential? Nee, dat is allemaal te groot, hè? Iets kleiners. En wat erbij past. Nee. Elle, maar die is weer een stuk kleiner. Het is wel heel klein, hè? Ja, dat is wel heel klein. Hebben we iets wat daarin niet een closed proposition? Krijg je dat mooi erop? Dat kan ik even uitproberen en anders kunnen we altijd nog wat anders bedenken. Een acrylblokje. Zo. Voor om op stof te stempelen gebruik ik altijd Fessaclair. Even kijken waar ik die gelaten heb. Ik zou denken dat ik zwart hier dicht bij me in de buurt heb. Maar zoals ik al aangaf, ik heb mijn kamer opgeruimd. En nu is de vraag waar ik alles heb. Oh ja. Even kijken of dit past. Ga ik even met mijn hoogte voor. Waarschijnlijk zie je nog heel goed dat ik mijn haren moet verven. Het is weer tijd om naar de kapper te gaan. Deze moet ik opruimen. Zo. Kijken of ik een beeld ben. Ja. En als we deze nou hier doen. Ja, dat is leuk. En dat doe ik met lijm. En dan doen we die zo. Ja. I love it. Leuk. Althans, ik vind het leuk. Eens kijken. Nou, hier ben ik allemaal wel tevreden over. Dit vind ik ook leuk. Moet ik hier... Is het leuk als ik dit ook nog ga embossen? Misschien is dat wel leuk, hè? Zal ik het gewoon doen? Doe eens gek en doe het gewoon. Eens even kijken of mijn embossing dan een beetje schoon is. Nee, dat dacht ik al. Zo.
Niet te hard drukken, want dan krijg je dus al die viezigheid misschien nog erop. Kijk, en als je nou ergens een bossenpoeder hebt waar je helemaal niet wilt hebben, dan pak je gewoon een kwastje en dan haal je dat eraf. Ik doe hem ook nu op een stiksel. Ik doe hem een beetje rommelig. Zo, doe hem heel even aan deze zijde verhitten. Zo, ik weet niet of je het heel goed kan zien. Ik denk dat ik nog even een laagje doe. Ik denk dat ik dat wel leuk vind. Oké, even hitten. Beter. Kijk. En nu heb je, zie je dat? Ook een laagje eroverheen. En dan heb je ook weer meer eenheid met de voorkant. Deze is wel wat bruiner. Maar dat is ook prima. Want dat is ook mijn hoofd focal point. En dat meisje is meer erbij, zeg maar. Maar hier moet als allereerste je oog naartoe getrokken worden. En daarvoor heb ik wel het idee dat dat ook wel zo is. Zo, nou, eens kijken. Ik vind hem leuk, ook al zeg ik het zelf. Even deze aan de kant. Dan een beetje meteen orde in de chaos. Oké, wat hebben we nu? Die kan later ook nog foto's. Die zit gewoon vast. Dan gaat die open. Kijk, en dan heb je deze. Die zit dus nog los. Dan gaan we later verder mee. Zodra ik de foto's helemaal ga uitprinten en bewerken en doen. Dan heb je, kijk, dit valt gewoon prima voor mij open. Dan hebben we deze zijde. Nou, hier ga ik ook nog allemaal dingen voor bedenken. Maar daar komt dan in een andere video. Hier komen dingen in. Dit. Dat is nog niet goed. Laat ik hier eens even lijm achter doen. En ik heb hem natuurlijk dubbel gesneden. Zo. Zit hij vast? Ja. Hier komt ook nog allemaal dingen. En dan hebben we deze. Die zit dus zo. En hier kunnen ook nog allemaal foto's. Ik vind hem leuk. Hier komen nog allemaal dingen in. Hier komen nog dingen. Hier kunnen we nog allemaal dingen achter doen. En dan hebben we deze. Daar komen ook nog foto's erin. Erop, eronder. Noem maar op. Maar tot op heden vind ik hem niet onaardig. Vind ik hem eigenlijk best leuk. Nou, voor nu laat ik deze video even. De volgende video gaan wij aan de slag met foto's. Dus zorg ervoor dat je foto's alvast uitgeprint hebt. Ik ga zelf Parijs hierin doen. We zijn mijn vakantie naar Parijs geweest. En dat komt hier bij mij allemaal erin. Maar dat is voor de volgende keer. Dus de basis, volgens mij zo dikke maan, is nu klaar. En ik vind hem cool. Ook al zeg ik het zelf. Ik vind hem echt leuk. Ja, top. Nou, hartstikke bedankt voor het kijken. Ik zie jullie de volgende keer. Dit was dus een iets kortere video. Maar dan heb ik het allemaal eventjes allemaal apart in een video, dus het maken, het aankleden enzovoort. En tot de volgende keer. En duimpjes omhoog. Doei doei!